Om namo Bhagavate Vasudevaya. Success Dhyana Yoga. In datzelfde hoofdstuk Krishna legt het proces uit van Ashtanga Yoga. Hij legt het proces uit van Ashtanga Yoga. En wat zegt Krishna? Of wat zegt Arjuna nadat hij dat gehoord is? Hij zegt: dat is niet praktisch, Krishna. Ik kan dat niet doen. Te moeilijk voor mij. Maar dan zegt Krishna: ja, je kunt dat wel doen, Arjuna. Gewoon met de nodige onthechting en de aangepaste praktijk. Aangepaste praktijk. Ieder tijdperk heeft zijn praktijk. De belangrijkste praktijk voor dit tijdperk is Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. Maar toch Arjuna twijfelt. En hij zegt met zo'n transcendentalist, zo'n yogi, Arjuna zegt, als die de perfectie niet bereikt, wat gebeurt er dan? Verliest hij zijn materiële leven en ook zijn spirituele leven? Niks meer? Dat is een wolk en het regen en de wind blaast de wolk uit, en er is niks meer. Dat is het. En dan Krishna begint uit te leggen dat dit vers is een deel van die uitleg. Ik wil eerst het vers lezen en dan de context naar boven brengen. Zo, jullie hebben allemaal een Bhagavad Gita 6:43. Oké. 6:43. Hoofdstuk 6:43. Ja. Misschien jullie hebben al een mooie Bhagavad Gita in het Nederlands. En ik heb mij gevraagd om Nederlands te spreken. Kan ik ook een Bhagavad Gita krijgen in het Nederlands? Oké. Zo, we kunnen herhalen. Tatratam buddhisam yogam. Tatratam buddhisam yogam. Labhate bhavadekam. Labhate bhavadekam. Yatate satato bhuya. Yatate satato bhuya. Samsitha gunam. Samsitha gunam. Tatratam buddhisam yogam. Tatratam buddhisam yogam. Labhate bhavadekam. Labhate bhavadekam. Yatate satato bhuya. Yatate satato bhuya. Samsida kunanda. Tatratam buddhisam yogam. Labhate bhavadekam. Yatate satato bhuya. Yatate satato bhuya. Samsida kunandana. Samsida kunandana. Het is goed dat iedereen probeert te herhalen, want dit is woorden van Krishna zijn zo krachtig. Gewoon door
deze proberen uit te spreken, worden miljoenen, miljoenen van uw zonden uit vorige levens vernietigd. Zo goed om mee te doen dat u wordt uitgenodigd. Oké. Tatratam buddhisam yogam. Tatratam buddhisam yogam. Labhate parvate ekam. Labhate parvate ekam. Yatate satato bhuya. Yatate satato bhuya. Samsitha konandana. Samsitha konandana. Iemand belt eraan. Tatratam buddhisam yogam. Tatratam buddhisam yogam. Labhate bhavadekam. Labhate bhavadekam. Yatate cha tato bhuya. Yatate cha tato bhuya. Samsidha. Sorry. Samsidha kurunandana. Samsidha kurunandana. Tatratam buddhi sanyogam. Tatratam buddhi sanyogam. Labhate parvadehikam. Labhate parvadehikam. Yatate cha tato bhuyah. Yatate cha tato bhuyah. Samsiddho guru nandan. Samsiddho guru nandan. Tatratam buddhi sanyogam. Labhate bhavadekam. Yatate sitato bhuya. Samsiddho kunandana. Yadate satato bhuya. Samsiddho kunandana. Tatratam buddhisam yogam. Labhate bhavadekam. Yadate satato bhuya. Samsidharo Kurunandana. Herhaal alsjeblieft. Tatra, daarop, tam, dat, buddhi sam yogam, herleving van bewustzijn, labhate, verkrijgt, parvadekam, van het volle lichaam, yatate, hij probeert, cha, ook tataha, daarna, boeiaha, opnieuw, samsidha, voor volmaaktheid, korunandana, o afstammeling van Kula. De vertaling en commentaar door Abhaicharya Vinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O zoon van Kuru, wanneer hij in zo'n familie wordt geboren,
Er wint hij het goddelijk bewustzijn van zijn vorig leven en probeert hij opnieuw vooruitgang te maken om zo tot volledige volmaaktheid te komen. Commentaar. Koning Bharat, van wie de derde geboorte plaats had in de familie van een goede Brahmin, is een voorbeeld van iemand die door een goede geboorte zijn transcendentaal bewustzijn van vroeger weer kon opwekken. Koning Bharat was de keizer van de wereld en vanaf de tijd dat hij leefde, staat deze planeet onder de halfgrootte bekend als Bharatvarsha. Eerder had ze bekend gestaan als Ilavritvarsha. Op jonge leeftijd drong de keizer zich terug om zich spiritueel te vermaken, maar hij slaagde daar niet in. Zijn volgende geboorte vond plaats in de familie van een goede Brahmaan en hij stond bekend als Jat Bharat, omdat hij zich altijd afzonderde en met niemand sprak. Later werd hij door koning Raughana erkend als een groot transcendentalist. Uit zijn leven blijkt dat transcendentale inspanningen of het beoefenen van yoga nooit verloren gaan. Door de genade van de Heer krijgt de transcendentalist herhaaldelijk de kans om perfect Krishna bewust te worden. Ik herhaal de vers opnieuw. Satratam buddhisam yogam. Satratam buddhisam yogam. Labhate pavantikam. Labhate pavantikam. Yatate satato bhuyam. Yatate satato bhuyam. Samsidha kurunam. Samsidha kurunam. Voor zoon van Kuru, wanneer hij in zijn familie geboren wordt, herwint hij het goddelijk bewustzijn van zijn vorig leven en probeert hij opnieuw vooruitgang te maken om zo tot volledige volmaaktheid te komen. Om Chaitanya Manobhistam Stattam Yena Bhutale Shramukkadamim Dadati Shramamantikam Vandiyam Shiyo Shiyo Dhatada Kamlam Shiyo Vaishnavam Sa Shiyo Pamjar Jatam Sakam Raghunatam Vitam Tam Sativam Satvetam Savadutam Parishan Saitam Sri Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sakalita Sri Vishakam Vitamsa He Krishna Kona Sinu Dino Vandaja Pate Kopesha Pukta Kanta Vandaja Mastate Tapta Kamsna Kona Gira Devam Vandaja Vishamana Sipadeva Pranama Mari Prisa Vankra Kauta Vishana Kripasana Vishapa Kampamandiyo Vaisanjaya Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sri Vasanti Guru Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pustaya Bhutam Imate Bhakti Vedanta Swami Namaste Sarasvati Deva Dit vers hier is een deel van de uitleg van Heer Krishna aan Arjuna nadat hij die vraag stelde: wat gebeurt er met zo'n yogi als hij de perfectie niet haalt in het leven? Wel, het antwoord van Krishna is een beetje specifiek. Er zijn twee categorieën. Er is de yogi met een korte praktijk. Of de yogi met een lange praktijk. De korte praktijk, ja. We zijn een congregational member.
een lid van de Hare Krishna gemeenschap. En we komen naar het zondagsfeest, want we houden van de prasadam. En die lezing, ja, oké, het zal wel voorbij gaan. En soms chanten we mee. Hè? En we houden ervan. Maar in je mond chanten. En die reguleren het niet. Niks van mij. Wel, zo'n yogi is een beginneling. En Krishna zegt, zo'n yogi, als hij een lichaam verlaat, gaat eerst naar de hemelse planeten. Dat is een plaats in het universum. En het leven is daar een beetje aangenamer dan hier. Een beetje, want en je leeft veel langer. Er zijn ook problemen. Dat lezen we in de Bhagavatam. Interstellaire oorlogen. Het is tijdelijk. Je kunt daar maar een tijdje blijven. Ja. Dat is het voordeel juist om naar deze programma's te komen. Ja, je krijgt op zijn minst menselijke levensvorm. Wat zeer raar gekregen is. Het is in de Vedas zeer raar. En sorry, zeldzaam. In mijn dialect in Brussel zeggen ze raar. Dat komt niet van het Engels. Dat komt van mijn conditionering in deze wereld. Zeldzaam. Dat ik zo, dat is het voordeel om stadig iedere zondag te komen. Maar natuurlijk, op die hemelse planeten, uw verblijf daar is tijdelijk. Het kan 10.000 hemelse jaren zijn. Een hemelsjaar. Op de hemelse planeten is een dag. Een dag is, wat hier een dag is, is daar 30 dagen. 30 dagen. Ja. Omdat een dag op de maan is 30 dagen ook. Anyway, dat, ja. Dat is eerst hier. Ja, juist, het is omgekeerd. Dat is wat ik wil zeggen. Zo 10.000 jaar, maar dan moet je toch terugkomen. En als je terugkomt van je trip naar de hemelse planeten, het lijkt zeer lang daar het leven. Heel lang, vergeleken met hier. Maar de ervaring van tijd is relatief. Gewoonlijk, als ik in de zetel van de tandarts zit, gaat de tijd heel traag. Maar als ik een pizza eet, dan gaat het vlug. Zo, het is vlug voorbij daar. En dan kom je hier terug op de aardse planeten. En Krishna zegt, zo een yogi met een korte praktijk komt dan terug en wordt geboren in een familie, een rijke familie. Businessman, rijke familie. Dat je niet te veel moet werken. En Krishna geeft je de mogelijkheid. Je moet niet te veel werken, zo. Je kunt je bezighouden met Krishna bewustzijn. Terug naar de tempel komen. En dit keer misschien een beetje meer serieus. Natuurlijk, je kunt terug een trip naar boven en beneden. Geen probleem. Maar als je serieus wordt, dan wilt je, ja.
Wat is serieus voor mij, Christian? Is het iemand van allemaal altijd aan mij denken? En dat is een cultivatie. Een cultivatie wat voordelig is om aan Christian te denken. En vermijden wat ons afleidt van het denken aan Krishna. Dat te aanvaarden wat goed gunstig is voor Krishna bewustzijn en wat niet goed is. Wat goed gunstig is, is het chanten van Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. En we hebben gezegd, het lezen van de versen van Bhagavad Gita, dat moeten we iedere dag doen. En dan het dienen van Krishna en devotie. Dat de deity dienen of zijn toegewijde dienen. En ja, Bhagavad Gita lezen en zien wat Bhagavad dan. En het aanvaarden van een geestelijke leraar. En het opgeven van een zondige activiteit. Wat is een zondige activiteit? Is dat wat u Krishna doet vergeten? Zondige activiteit betekent, ja, ik denk, dat is van mij, voor mijn genot. Waarom is dat zondig? Omdat het niet van u is. Het is van Krishna. En dat is, je bent een dief. Dat is het probleem. Dat als je serieus wordt, dan word je geen geestelijke leraar. En de woorden van de geestelijke leraar, Krishna vervult de woorden van de geestelijke of de belofte van de geestelijke leraar. Natuurlijk, we moeten een bona fide geestelijke leraar aanbrengen, in de groep aanbrengen. Want wat is een geestelijke leraar? Geestelijke leraar is Krishna zegt, geef mij aan mij over. En Krishna zegt, en de geestelijke leraar zegt, geef u aan Krishna. Ze zeggen hetzelfde. Dus de geestelijke leraar herhaalt de woorden van Krishna, dat is anders. Maar herhaalt ze op zo'n manier dat hij uitlegt hoe ze in de praktijk te brengen. Hoe ze in de praktijk te brengen en wat de obstakels zijn want hij kent de obstakels, hij is zelf gerealiseerd, hij heeft het gedaan, ik kan het uitleggen. De dame geestelijke leraar is in de Guru Parampara, komt van Krishna, want hij heeft toevlucht genomen aan zijn geestelijke leraar. Zijn geestelijke leraar heeft toevlucht genomen aan een andere geestelijke leraar. En als je zo verder teruggaat, kom je bij Krishna. Dat is Guru Parampara. Dat is anders is het niet bona fide. Als je iemand ziet die zich voorstelt aan een guru, als een guru, dan vraag je, wat is uw Guru Parampara? En als hij geen Guru Parampara is, dan zegt hij, u bent een nonsens. En dat is het. Dus die dingen moeten we leren van Bhagavad Gita. Ja. Maar nu, dat is een lange praktijk, serieus. En Krishna zegt, iemand die een lange praktijk van yogi heeft, die gaat niet naar de hemelse planeten. Maar als die het niet haalt, niet de perfectie haalt. Perfectie betekent altijd denken aan Krishna. Of denken in relatie met Krishna. Of
denken in relatie met Krishna's dienst. Verschillende, maar altijd in verband met Krishna. We moeten verbonden blijven, zoals ik al uitgelegd heb. Dat is een iPhone, een oude one. Een oude, met apps, vele apps. Maar die apps die werken alleen als we verbonden zijn met het internet. Zo, onze spirituele connectie werkt alleen als we verbonden zijn met Krishna. Dat is het punt, altijd verbonden zijn met Krishna. De Krishna connection, altijd. Als we dat niveau niet halen, dan zegt Krishna, oké. Dan wordt u geboren opnieuw, maar je wordt geboren in een familie van zuivere toegewijden. Zuivere toegewijden. En daar wordt u opgeleid, verder opgeleid, door zuivere toegewijden. En in de commentaar van de Prabhupada, onze Pandaracharya, dat is onze stichter, die zei, die schrijft in zijn commentaar, ik was in dat geval. Mijn vader was Monde, een zuivere toegewijde. En ik ben in zijn familie geboren. En mijn geestelijke leraar was ook in dat geval. Hij is ook geboren, Bhaktisiddhanta Sarasvati, maar hij is ook geboren in de familie van een zuivere toegewijde. Wie was zijn vader? Bhaktivinoda. En dan zegt Prabhupada, later hebben we elkaar ontmoet door het transcendentale systeem van de Guru Pampra. En maar in dat vers dat we nu gelezen hebben, Krishna geeft meer details. Hij zegt ja, men wordt opnieuw geboren in een familie van zuivere toegewijden en dan... Maar uw aantrekking tot Krishna bewustzijn spontaan wordt opnieuw ervaren en je wordt aangetrokken tot Krishna bewustzijn. En je joint de Hare Krishna movement opnieuw. Of ja, en op de vertegenwoordiging ervan op dat moment. Maar nu, in de commentaar, Srila Prabhupada spreekt over Bharat Maharaj. In Hindi, India is Bharat. Dat Srila Prabhupada schreef in die tijd, Bharatvarsha was de hele wereld. Ja, Bharatvarsha. Zo, natuurlijk, zijn vader was de king Rishabhadev. Rishabhadev had 100 zonen die, en Rishabhadev was een zelfverwerkelijkte ziel. Ja. En hij instrueerde zijn 100 zonen. En de oudste zoon was Bharat. En Bharat volgde de Vedische principes zeer strikt. Van het moment dat zijn zoon opgegroeid was, dan zette hij zijn zoon op de troon. En dan zei hij, oké, ik ben weg. Ik ga naar het woud. Mediteren, mij voorbereiden op mijn volgend leven, zodanig dat ik altijd kan denken aan Krishna, mana. Dat was het systeem. Men bleef niet in het familieleven. Nee, 50 jaar, op. Daar, en hij was weg. En hij was in het woud. En dat verhaal vinden we in het vijfde kanto van de Bhagavatam.
Iedereen heeft het Bhagavatam thuis? Iedereen heeft Bhagavatam? Iemand heeft geen Bhagavatam? Nee? Meneer de tempelpresident, er zijn er hier die geen Bhagavatam hebben. Zo, geef dan een Bhagavatam set mee. Maar. Zo, hier hebben we het vijfde kanto. En er is een prinsje, je kunt het niet zien, maar het is Bharat Maharaj die een klein accidentje heeft. En daar gaan we het over hebben. Want Bharat Maharaj ging naar het woud. En hij volgde de Veedse rituelen en dit. En hij deed yoga, meditatie. En hij werd een grote expert. Hij mediteerde zeer diep. Zeer diep. Op Krishna, in het hart. En hij bereikte een positie van constante meditatie op Krishna in het hart. Dat, en extatische gevoelens van liefde welden op in zijn geest. Zeer gevorderd. En van die staat kon je normaal niet terug. Maar Bharat Maharaj, wat een klein ongevalletje. En ik ga van de Bhagavatam lezen wat er gebeurd is. Zo, hij zat aan de oever van een rivier aan het mediteren. Toen de grote king Bharat, die aan de oever van de rivier zat, zag hoe het moederloze. Ja. Nee, is. Momentje. Het is iets voordien. Oké. Ja, ook koning. Terwijl Bharat Maharaj zo aan de oever van die rivier zat, kwam een zeer dorstige hinde daar water drinken. Een klein hertje. Nee, een hert. En dan, terwijl de hinde naar hartelust aan het drinken was, liet niet ver daar vandaan een leeuwen luid gebrul horen. Iemand heeft ooit een leeuw gezien in de zoo? Hoor je een leeuw horen brullen? Dat is een verschrikkelijke ervaring. Een leven luid gebrul horen. Dit geluid deed elk levend wezen opschrikken. En ook het hertje hoorde het. De hinde was van natuur altijd bang om gedood te worden. En keek voortdurend schrikachtig om zich heen. Toen ze het overdovend gebrul van de leeuw hoorde, schrok ze geweldig. Schichtig, alle kanten uitkijkend, nam ze, hoewel ze haar dorst nog niet volkomen gelest had, plotseling een grote sprong over de rivier. De hinde was zwanger. En toen uit angst ze die grote sprong nam, gleed het babyhertje uit haar schoot en viel in de stromende rivier. Omdat de zwarte hinde gescheiden was van de kudde en bovendien haar jongen verloren had, voelde ze zich na het oversteken van de rivier diep bedroefd. Ja, ze was er zo slecht aan toe dat ze in een grot neerviel en onmiddellijk stierf.
Toen de grote koning Bharat, die aan de oever van de rivier zat, zag hoe het moederloze hert door de stroom van de rivier werd meegevoerd, werd hij overmand door medelijden. Als een oprechte vriend tilde hij het jonge hertje uit de golven. En omdat hij wist dat het dier geen moeder meer had, nam hij haar mee naar de ashram. Zo, Bharat Maharaj is iemand, is een voorbeeld van iemand met een lange praktijk, die benadert de volmaaktheid. Hij had een praktijk. Praktijk wordt sadhana genoemd. En onze praktijk is chanten, dat, en principes volgen en Krishna dienen in 9 verschillende manieren. Dat is allemaal in de Bhagavad. Maar dan, geleidelijk raakte Bharat Maharaj steeds meer aan het hert gehecht. In plaats van aan Krishna te denken, begon hij aan het hert te denken. Hij begon hem groot te brengen en hield hem in leven door hem gras te voeren. Hij dacht, oh, dat babyhertje gaat sterven als ik haar niet uit het water red. Dat, het hangt van mij af van hoe zijn, ja, voor zijn bescherming. Ik ben de beschermer. Want hij was een koning voordien, een kshatriya. Een kshatriya is iemand die anderen beschermt. Dat is de functie. En hij voelde zich nog altijd een kshatriya, een koning. Maar we zijn geen koning. Het is alleen uiterlijk onze rol die we spelen. We zijn een dienaar van Krishna. En hij vergat dat hij een dienaar van Krishna is. Hij dacht zich opnieuw een koning. Ik ga dat hartje beschermen. Bovendien beschermde hij hem altijd met grote zorg tegen eventuele aanvallen van tijgers en andere wilde dieren. Als het hertje jeuk had, steelde hij hem. En zo probeerde hij er altijd voor te zorgen dat het diertje op zijn gemak voelde. Soms kuste hij hem zelfs als blijk van liefde. Doordat Bharat er zo aan gehecht was om voor het diertje te zorgen, verwaarloosde hij de regels en bepalingen van het maken van de geestelijke vooruitgang en dacht zelfs niet eens meer aan de Allerhoogste Godspersoon te vereren. Zo, wat is de fout dat Bharat maakt? Kunnen we dat niet doen uit compassie aan een dier? Voor een dier zorgen? Kunnen we dat niet doen? Nee, dat is niet het punt. Je kunt dat doen. Maar niet ten koste van je spirituele praktijk. Want als je spirituele praktijk opgeeft, dan word je opnieuw gehecht aan dingen. Je kunt je spirituele praktijk niet opgeven. Dat. En daardoor, omdat hij zijn spirituele praktijk opgaf, en hij gaf het op welwillend. Welwillend. Twee grote verbanden. We hebben onze vrijheid, heb ik dat straks gezegd. Krishna zegt niet meer wat. Tegen uitzoen, 1863, doe nu wat je wilt. Ik heb u de Bhagavad Gita verteld. Want vrijheid, dat is de vrijheid die we hebben. Dat als we alleen instrumenten zijn van onze karma en we hebben geen vrijheid, dan zijn we robotten. Nee, Krishna wil dat we hem lief hebben. Maar hij kan ons niet forceren. Dat liefde is spontaan. Dat. Zo. Bharat Maharaj besloot om voor het dier te zorgen. Maar hij had een uitzonderlijke hoge staat van spirituele vooruitgang bereikt.
Een staat van spirituele vooruitgang die verder is dan bevrijding, na bevrijding. Nu, wat gebeurt er? Ja, er zijn vele versen die beschrijven hoe gehecht hij werd aan het hart. Maar dan de tijd van de dood komt. De dood wacht voor niemand. En dat wacht ons allemaal. En Krishna maakt het spannend. We weten niet wanneer. Maar het komt. En het komt plots. Plots. Dat plaats. Zo zijn. Het wordt beschreven hoe zijn geest begint te mediteren op dat hart. En zijn geest begint waanzinnige beelden en veronderstellingen te produceren. Dat is wat er gebeurt als we niet aan Krishna denken. En we denken aan dingen in deze wereld, dan denken we, oh, nu gaan we genieten. Maar nu zal ik een goed leven hebben. Maar dat gebeurt alleen in de cinema. In het echte leven is het niet zo. Dat zoveel inbeeldingen van de geest. Want hij deed zijn puja. Hij deed nog altijd zijn boek puja. En zijn rituals. Maar het was alleen het lichaam dat bewegingen maakte. En zijn geest was bij het hartje. Niet bij Krishna. Zo, daar moeten we ook mee oppassen. Als we Hare Krishna chanten, dan moeten we aanwezig zijn met onze geest. Niet dat we chanten Hare Krishna, Hare Krishna, en de geest denkt aan de prasad dat we gaan eten en met zoveel dingen. maar de lippen bewegen. We moeten er bij zijn met ons bewustzijn. Want de bewustzijn komt van de ziel. We zijn het bewustzijn. Als we er niet met ons bewustzijn bij zijn, dan chanten we onze ronde niet. Een toegewijde, vroeger aan een andere toegewijde, zei tegen een andere toegewijde, deze ochtend heb ik u niet gezien in de tempel, in de Bhagavatam-klas. Een andere toegewijde zei, nee, ik was daar, ik zat van achter daar op die plaats. Ja, de andere toegewijde, ik heb gezien dat uw lichaam daar was, maar uw geest was ergens anders. Zo, dat is het punt. Als we de geestelijke leraar vragen ons om 16 ronden te chanten, iedere dag. Ja, 16 ronden. Ronden en 8 keer op een snoep, dat is 16. Dat is maar 2 uur werk. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Maar terwijl dat gechant, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Moet je attentie geven op de transcendentale klankvibratie. En je geest kan niet ergens anders zijn. Want als je geest ergens anders is, dan alleen de lippen bewegen. En dan is er niet veel voorbeeld. Papegaaien kunnen dat ook. Maar we moeten er met onze geest bij zijn. En dan zullen we geestelijke vooruitgang maken. Het is niet gemakkelijk. Krishna legt dat uit in dat zesde hoofdstuk. Als je geest dwaalt, afdwaalt, moet je het altijd terugbrengen. Dat wordt dan een heilige weg. Maar ik snap, maar het is niet op die manier dat je moet chanten.
Meestal dat werkt niet. Het is een zeer hard werk. Hoe kunt je dan je geest op Krishna richten? Als je zo'n geest hebt dat iets anders wil doen, hoe doe je dat dan? Probeer als je het chant in Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Ram. Dat je alle liefde die je hebt, steekt dan in het chant. Al je affectie, geef het in het chanten aan Krishna. En dan wordt het gemakkelijk om je geest te concentreren. Kleine tip, de chanten. Maar terug naar Bharat. Bharat, op het moment dat hij zijn lichaam verliet, dan was zijn geest op het hertje gericht en niet op Krishna. En wat gebeurt er? Krishna zegt in Bhagavad Gita, in het 8e hoofdstuk, Yam Yam Bab Swambam, Tianti Antikalepam, Tantama Vetakantia, Sattat Bhavita. Bewustzijn dat je hebt op het moment van de dood, dat bepaalt in volgend lichaam. Zo kreeg het lichaam van een hert, geboren als een hert. Maar, en dat is het punt dat we in het begin gemaakt hebben, dat Krishna zegt, Machuchan, maak u geen zorgen. Dat Ananta Sintriyantam, Yechna Prepastation, het gebied yoga, extrema van. Ik zal u alle mogelijkheden geven om verder vooruitgang te maken. Krishna beschermt zijn toegewijden. Zo in zijn volgend leven, omdat zijn bewustzijn al zeer op een hoog spiritueel niveau was, herinnerde zij zich in het hertenlichaam alles wat er gebeurd was in zijn volgend leven. En waarom gebeurt dat? Waarom doet Krishna dat? Krishna wou dat Bharat een les leert. Een les leert. Om niet meer gehecht te zijn aan dingen in deze wereld. Alleen aan Krishna. Gehecht te zijn of gehecht te zijn aan dingen in deze wereld. Alleen in relatie met Krishna. Het is niet dat we door de impersonalisten dat we alles opgeven. Nee, in relatie met Krishna. Dat is belangrijk. Dat ze herinneren zijn volgend leven. En dan, hij wachtte gewoon op totdat leven voorbij is. En het hertenleven is niet zo lang. Hij ging terug naar Pulaha Ashram. En wat dat de grote wijze gebleven. Wanneer hij het hertenlichaam geliet, werd hij de zoon van een Brahman in zijn volgend leven. En dat is beschreven hier in de commentaar van Srila Prabhupada van dit vers dat we geleerd. En in dat volgend leven, Bharat herinnerde zich opnieuw zijn twee vorige levens. Twee vorige levens. En hij begreep. Hij besloot, ik ga alleen nog aan Krishna denken. Ik wil niks meer met die wereld te zien. En zijn vader was een Brahmaan. En hij wou dat zijn zoon Brahmaanse eigenschappen zou ontwikkelen. Maar zijn vader was geen toegewijde van Krishna. Maar hij volgde de Brahmaanse principes. Maar het ontwikkelen van Brahmaanse eigenschappen
is nog is een is is een eer is maar een eerste stap, een eerste stap om Krishna bewustzijn te worden. Dat pakt wel. Als we Krishna bewuste praktijk opbrengen, Krishna bewuste praktijk beoefenen, dan worden die automatisch, gaan we die ontwikkelen. Dat, maar Bharat was ver voorbij, hij was op een veel hoger niveau. Hij was praktisch op het hoogste niveau. Hij had liefde voor Krishna. En daarom, zijn vader probeerde hem iets uit te leggen, maar hij deed altijd het omgekeerde. Zijn vader, en hij zei nooit iets. Daarom werd hij Jaat genoemd. Gek, omdat hij, ja, dump, dat hij, ja, niks. Ja. Hij wou geen relatie met zijn familie. Omdat hij op een hoger niveau was, hij dacht altijd aan Krishna. Dat, want hij wist dat als ik opnieuw gehecht word in dit leven, dan neem ik opnieuw geboorte. Ik wil niet opnieuw geboorte nemen. Het is genoeg geweest. Ik heb het lichaam van een hert gehad. Dat een geboorte nemen is niet zo prettig. Niet voor de moeder, niet voor het kind. Dat wordt beschreven in de Bijbel. En je moet opnieuw geboorte nemen. In dit leven, je probeert zoveel te bereiken. En dan sterft je. En dan hup, opnieuw de kleuterklas in. En alles opnieuw leren. Ja, dus Krishna zegt, als we ons bezighouden met materiële dingen in deze wereld en geen spirituele vooruitgang maken, uw leven is allemaal voor niks. Ja, voor niks. Ja, je moet terug beginnen van nul. Maar als het spirituele leven nemen, Krishna zegt, welke vooruitgang dat je ook maakt, zal nooit verminderen. Als je dit jaar 2% in dit leven 2% Krishna bewust zijn, begint je volgend leven met 2%. Ja. En hoe gebeurt dat? Dat beschreven in dit vers. Of course, natuurlijk, we worden geboren in onwetendheid, maar dan word je onmiddellijk aangetrokken tot het Krishna-bewustzijn, tot de yoga-praktijk. Dat bhakti is je hoogste yoga-praktijk. En dan, Krishna, dan maak je zeer vlug opnieuw spirituele vooruitgang, zodat je zeer vlug komt tot het punt waar je vorige leven geëindigd bent. En dan wordt het een beetje moeilijker, want dan moeten we verder gebruiken. Zo, dat is zeer aanmoedigend. Want dan later, Bharat Maharaj, hij wordt beschouwd als een domme persoon die nooit iets zegt. Maar dan wordt hij geëngageerd als door omstandigheden. Als een palankijndrager voor een palankijn van een grote koning. Maar terwijl hij die palankijn aan het dragen is met drie andere dragers, want de vierde was ziek en moest vervangen worden, hij was een vervanger. En hij was geforceerd om dat te doen door de king, de koning. En hij zei, ja, oké, het is mijn karma, geen probleem. Krishna het wil. En hij draagde de palankijn, maar hij zag mieren op de grond en hij wou niet op die mieren trappen. Dan krijg ik reacties, zegt hij. Hij probeert die mieren te vermijden. En de palankijn ging op en neer.
Ja, heb je ooit een palanquin gedragen? Dat is niet gemakkelijk. Dus met 4 personen moet iedereen dezelfde stap hebben en zo. Dat, en natuurlijk, de koning went kwaad en start. Hij begon Jadbard, dat was zijn naam toen, in zijn derde leven, begon hem uit te schelden. Maar dan plots, Jadbard begint te spreken. Nooit gesproken in zijn leven. Hij begint te spreken. Nou, want koning Raukana, die in de palanquin zat, was de koning van Sovira. In die tijd, historisch, als je Delhi hebt in India, en onder Delhi heb je een horizontale lijn. Alles wat de noden is, tot aan de Himalayas, was de staat van Sovira. Wat een machtige koning. En hij was, de koning was op weg naar Kapila Ashram. Want hij had grote waardering voor Kapila Devi. Maar dan heeft hij Jadbarat hier beledigd. En Jadbarat antwoord. Het is een lang antwoord, maar ik ga één vers lezen. Ja, beste koning, u heeft me er nodeloos van beschuldigd dood te zijn terwijl ik nog leef. Het enige wat ik in dat verband kan zeggen is dat dit overal het geval is, omdat alles wat materieel is een begin heeft en een einde. Wat uw opvatting betreft dat u koning en meester bent en me daarom bevelen kunt geven, dit is eveneens onjuist. Omdat al dergelijke posities tijdelijk zijn. Vandaag bent u de koning en ben ik uw dienaar. Maar morgen zou u mijn dienaar kunnen zijn en ik uw meester. En hij had ervaring. Van 2 levens terug was hij de koning. Bharat. Hij spreekt uit ervaring en herinnert zijn vorige levens. Dit zijn tijdelijke omstandigheden geschapen door de voorzienigheid. Beste koning. Als u nog steeds denkt dat u de meester bent en ik uw dienaar, moet u mij maar bevelen, dan zal ik u gehoorzamen. Ik zou daar echter tegenin kunnen brengen dat dit onderscheid tijdelijk is en dat het slechts voorkomt uit een gewoonte van gebruik. Een andere oorzaak zie ik niet. Wie is in dit geval dan de meester en wie is de dienaar? Iedereen die gedwongen de wetten der materiële natuur te gehoorzamen. Iedereen is gedwongen die wetten te volgen. Daarom is niemand meester en niemand dienaar. Als u denkt dat u de meester bent en ik de dienaar, dan zal ik dit aanvaarden. Dat. In ieder geval, vele waardevolle instructies om die te begrijpen, moet je de commentaar lezen. Maar nadat Jadbarat voor de eerste keer in zijn derde leven daar spreekt, dan de koning begrijpt, dat is een zelfgerealiseerde ziel. En ik heb die beledigd. En die koningen, die Veedse koningen, volgen de Brahmanen en hebben groot respect voor de Brahmanen. En zo de schrik van de Brahmanen. Want zij kunnen vervloeken. En zij vragen om vergiffenis. En dan heb je 3 hoofdstukken met waardevolle instructies voor het spirituele leven. Hoe moeten die instructies lezen?
Het is nodig dat we opgevoed worden in het spiritueel leven. We hebben zoveel tijd. We besteden zoveel tijd. We gaan naar de universiteit en zo studeren zoveel. Alleen om een goede job te hebben en zo. Wat met uw ziel? Studeer wie u werkelijk bent. U bent niet het lichaam. En hoe bevrijding te behalen. Dat is belangrijk. Anders blijven geboorte, ouderdom en dood. Het heeft geen einde. Zo, dat mijn job is gedaan. Ik heb mijn uurtje zitten erop. Maar als u een vraag hebt. Ja? Ik vraag dat het accidentje van de koning Bharat, hè, dat hij even afdwaalde, geestelijk van zijn spiritueel pad. Ik heb een verhaal gehoord van iemand die dus niet wil afwijken van zijn spirituele pad, met als gevolg dat een heel dorp uitgemoord werd, omdat hij altijd de waarheid wil spreken. En desondanks werd hij toch gestraft. Bijna aan de einde. En mag hem niet afwijken. Maar als je dan niet afwijkt, dan zijn dat je gestraft wordt. Hoe moet ik dat dan? Ja, dat het spirituele leven betekent dat we Krishna's instructies volgen. En Krishna's instructies volgen betekent dat we onze plicht moeten doen. Dat geval van die man. Die Brahman die daar zit. En een familie komt voorbij op reis. En dan komen er rovers, dieven. Die zeggen tegen de Brahman, we willen die familie beroven. Vertel mij waar ze naartoe gegaan zijn. En de Brahman zegt, ja, u gaat rechtdoor en dan zijn ze rechts afgesprongen. En ze werden allemaal vermoord. Zo, we moeten denken aan de gevolgen van wat we zeggen. En mensen beschermen. Krishna zegt in Bhagavad Gita, Anut Vigakam Bhakyam Satyam Yidapyam Sayat. Dat als we spreken, moeten we waarheidsgetrouw zijn, maar we moeten spreken op zo'n manier dat we anderen niet in moeilijkheden brengen. Dat is wat Krishna zegt. En die Brahman heeft Krishna instructie daar helemaal niet gevolgd. Hij dacht, ja, ik zeg alleen de waarheid. Zo Yudhishthira Maharaj was ook in dat geval. Hij wou altijd de waarheid spreken. Ja, en dan, want dan Krishna vroeg hem om tegen Dronacharya, ja, om hem te roepen dat uw zoon Aswatthama is dood. En eerst Yudhishthira wou het niet doen. En het wordt gezegd van zijn kar met paarden. Hij was zo bereven dat het nooit de aarde raakte. Maar toen viel het op de grond. Maar dan, ja, ze hebben een oplossing gevolgd. Yudhishthira riep naar Dronacharya, Aswatthama! Dan heel stil, de olifant is dood! Ja, anyway, dat is in de Mahabharat. Dat is belangrijk. We moeten, het is niet dat we één instructie nemen en dan vergeten we al de anderen. Ja, dat ben Brahman is waarheidsgetrouw. Het moet goedgunstig zijn. Daarom is het ook niet goed. Even een ander voorbeeld hier. Dit was
Goed, gunstig. Ja, Vidura. Vidura, hij ging 30 jaar op bedevaart. Ja, hij vertrok juist boven voor de oorlog van Kokshetra. En na 30 jaar krijgt hij instructies van Maitreya Muni. En Maitreya Muni telt hem, Krishna heeft de planeet verlaten, maar heeft aan u gedacht. Vidura voelde heel goed. Krishna heeft zijn spel en vermaak dus beëindigd, maar hij heeft toch aan mij gedacht. Dat, maar dan Vidura dacht, ik ga Dhritarashtra, mijn broer, wakker schudden, zodat hij het spirituele leven begint. En na 30 jaar ontmoet hij de Pandavas. En hij wordt heel mooi ontvangen en zo. Maar hij vertelde niet dat Krishna de planeet opwaart. En dat is omwille van dat principe. Het is niet dat als we slecht nieuws horen, dat we moeten iedereen gaan bellen en tellen, oh, heb je dat gehoord? Nee, zelfs als je dat niet doet, ze zullen het wel te weten komen. We moeten niet de boodschappers zijn van het slechte nieuws. Ze zullen het wel doen. Dat is cultuur, dat is spirituele cultuur. Dat moeten we leren. En degene die dat verwacht, wordt onachtzaam. We zien de Christen niet, die mensen onnodig verstoren. Helpt hem? Goed, dan gaan we hier stoppen, want tijd is over. Dank u. Srila Prabhupada ki, Srimad Bhagavatam ki, Srimad Bhagavad Gita ki.